Hoe kan vreemdgaan een Amerikaanse president populairder maken? Dit is de Universiteit van Nederland. Misschien moet ik even vooropstellen dat ik geen propaganda maak voor vreemdgaan, want u hoeft zich over populariteit minder zorgen te maken dan Bill Clinton. Maar een feit is dat hij als een van de heel weinige presidenten bij zijn aftreden op in 2001 populairder was in de peilingen dan hij was geweest toen hij voor het eerst verkozen werd 8 jaar daarvoor, in 1992. En dat is heel opmerkelijk, want Amerika had toen jarenlang, echt jarenlang, geleefd in de ban van het Monica Lewinsky-schandaal. En daar zal ik het nu over hebben. De feiten. De feiten kennen wij doordat bijna niets beter is onderzocht dan wat zich heeft afgespeeld tussen Monica Lewinsky. Dat is zo'n berg papier. En het is misschien een beetje juicy, dus ik hou het netjes. Oudere man van 65 moet zich rustig houden. Maar gingen ze all the way? Dames en heren, zij gingen niet all the way. Nee. Waarom niet? Ja, dat weten we niet. Maar er gebeurde verder alles wat net niet all the way is. En dat weten we dus. Tot in de kleinste details heeft men Lewinsky en Clinton ondervraagd over wat ze dan deden als Monica onder dat bureau zat en hij een telefoongesprek zat te voeren met een lid van het Amerikaanse congres. En wat deed u toen? En aan dit en dat en zus en zo. En dat staat dus allemaal echt tot in de kleinste details in de verslagen van de verhoren, van de hoorzittingen en zo voort. Ik heb er nog heel wat van opgestoken, kan ik u verzekeren. Nou, in november 1995 is er een government shutdown. Dat wil zeggen, het Amerikaanse congres heeft niet gereageerd op het verzoek van Clinton om meer krediet beschikbaar te stellen. We herinneren ons dat, want Obama ook heeft niet zo heel lang geleden gekampt met dat probleem dat de overheid gewoon moest sluiten. Nou, de stagiaires van het Witte Huis werken in de East Wing, in de West Wing gebeurt het, hè. Daar zit de president. Maar omdat het echte personeel naar huis is door de shutdown, mogen de stagiaires werken in de West Wing. Nou, en dat zijn er maar een paar en die zitten daar bij, ik stel me dan zo voor, bij een heel klein lampje zitten die nog vreselijk hard te werken, want wie weet komt de president wel langs om te kijken of ze hun best doen. En Bill Clinton kan eindelijk eens een keer door die vertrekken dwalen, want normaal vertoon je je daar niet als president. En daar zit dus, als hij een deur open doet, ineens deze ravissante schoonheid. Ook meteen even zeggen, zij is dan 22 jaar, dus er is wat dat betreft helemaal niks aan de hand. Je zou kunnen spreken van consenting adults. Maar in ieder geval al meteen springt er een vonk over van beide kanten en al meteen gaat dat heel heftig. En in de maanden daarna zijn er dus diverse, ik noem ze sexual encounters, omdat ze zo heten in de verhoren. Sexual encounters, maar het is wel sexual, maar ook niet onbeperkt. Nou, er zijn foto's van Monica Lewinsky die vol bewondering opkijkt naar Bill Clinton en men ziet daar het jaar 1996 bij, maar dat is dus niet de eerste ontmoeting tussen deze twee. Zij hebben dan dus al die relatie en die voltrekt zich gedurende een aantal maanden in het najaar van 1995 en het voorjaar van 1996. Nou zijn er door onder andere Hillary, zijn vrouw, maar ook door alle andere mensen die hem een beetje in het gareel moeten houden en die weten hoe het staat met zijn hormoonspiegel, allerlei mensen aangesteld die zij protectors of minders noemen. En minders en protectors zijn lieden die, als ze het idee hebben dat het de verkeerde kant uitgaat met
met de president en een bepaalde vrouw in het Witte Huis, dan moet die vrouw dus worden weggewerkt. En dat doet deze Minders besluiten om Lewinsky uit het Witte Huis te manoeuvreren naar het Pentagon, naar het ministerie van Defensie, zodat ze dus uit het bereik van de president is en zij en hij niet langer zich te buiten kunnen gaan aan iets wat in het verkiezingsjaar, let wel, het verkiezingsjaar 1996, tot grote schade voor de president zou kunnen leiden. Zij zit daar in het Pentagon en ontmoet daar een vrouw die een beetje haar vertrouwelingen wordt, en die vrouw heet Linda Tripp. En Linda Tripp vertelt zij in vertrouwen dat er iets is geweest, of hopelijk, zegt zij nog steeds, is tussen de president en haar. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waarom voelt zij zich zo aangetrokken tot Bill Clinton? Ze wordt daarover eindeloos ondervraagd. Waarom werd je verliefd op hem? Want ze zei, ik was echt verliefd op hem. En haar antwoord is, ik vind dat echt heel romantisch. He was sunshine. Is het niet mooi? He was sunshine. Nou, dat vertelt ze dus ook aan Linda Tripp. En Linda Tripp denkt dan, zij is een Clinton-haatster. Zij is republikeins. Zij werkte al in het Witte Huis toen de vorige president daar nog zat. Hè? Papa Bush, George Bush senior. Zij is nadat Clinton in het Witte Huis gekomen is verwijderd uit het Witte Huis, zoals dat gaat. De republikeinen eruit, de democraten erin. En zij wordt naar het Pentagon gemanoeuvreerd. Niet omdat ze de president lastigvalt, maar gewoon omdat zij als republikeinse daar geen taak meer heeft. En in het Pentagon zit zij gefrustreerd Clinton te haten. En dan komt haar monneke, die legt op haar bordje die relatie met Clinton. En dan denkt zij yes. En zij gaat dan daarover praten met een journalist. En die journalist die brengt het in de openbaarheid. En dan komt het terecht bij de advocaten van een vrouw die in een lawsuit met Clinton verwikkeld is vanwege sexual harassment in de tijd dat Clinton nog in Alabama governor was. Bent u hier nog? Bent u er nog? Nou, Clinton is namelijk, voordat hij naar het Witte Huis ging, was hij in zijn home state Arkansas, was hij gouverneur. En in die tijd zou hij deze Paula Jones seksueel hebben lastiggevallen. Overigens, ik zeg maar meteen, die zaak loopt op niks uit. Niemand kan in die zaak van Paula Jones iets anders ontdekken. Ook naar goed zoeken van de beste advocaten met de beste speurneuzen die zij inschakelen. Niets meer vinden dan gewoon een vrouw die uit is op geld bij een man met roem en macht die hopelijk die zaak zal afkopen om van het gedonder af te zijn. En dat gebeurt dus ook. Uiteindelijk zegt Clinton, die vrouw, ik heb heus niks gehad. En wij denken, de historici denken dat er ook echt niks geweest is. Anders dan dat hij misschien op een bepaalde manier naar haar gekeken heeft. En hij koopt dat af met $850.000 om van het gedonder af te zijn. En zegt erbij, is geen schuldbekentenis, maar ik kan dit er niet ook nog eens bij gebruiken. Hoe dan ook, Linda Tripp denkt dus in die zaak van Paula Jones, is dit een essentieel feit waarmee ik de president kan treffen. En zo komt de bal aan het rollen. In 1997 is het zover dat iedereen er langzamerhand rugbaarheid aan geeft. En in januari 1998 komt het heel uitgebreid in de Amerikaanse pers. En dan krijg je de scènes waarbij Clinton gedwongen wordt om te zeggen wat er waar is en niet waar is. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Ja, nou daar valt weinig anders van te zeggen dan dat hij keihard ontkent. Sexual relations. Clinton heeft altijd volgehouden dat wat er tussen deze twee is voorgevallen niet viel onder sexual relations. Tot op de dag van vandaag. Je komt dan al heel snel in de sfeer van mijn eet. Want in die zaak Paula Jones moeten er op een gegeven moment verklaringen worden afgelegd. En dat zijn verklaringen onder ede. Enfin,
Hij gaat over de grens van de meineed of weer niet, dat is nog altijd de grote vraag. Zijn vrouw Hillary, de ouderen onder ons zullen zich dat nog herinneren, staat stevig achter hem, maar zegt ook, I stand by my man, maar niet op de manier van Tammy Wynette in dat beroemde lied van Stand by your man. Want dat hoort niet bij mij, daar ben ik te geëmancipeerd voor. Zij laat de mensen ook lachen door te zeggen, ja, men vroeg ooit aan Jezus, hoe vaak moet ik mensen vergeven? En toen zei hij, 70 keer en ik hou een staartje bij om te kijken wanneer ik die grens heb bereikt. Dus zij laat wel blijken aan de wereld dat haar bil, waar zij veel van houdt, maar die ze ook beschouwt als een lastige manier om in het gareel te houden, dat zij niet onkritisch tegenover hem staat. En dan verschijnen in de Amerikaanse pers allerlei cartoons en plaatjes waar wordt de draak gestoken met het gedrag van de Amerikaanse president. Let wel, we hebben het over de hoogste ambtsdrager van het land. En ik verzeker u dat wat nu passeert achter mij, dat nog de gekuiste plaatjes zijn. Want er zijn nog heel veel ergere dan deze. Uiteindelijk komt het dan tot impeachment. Er wordt gezegd, ja, Clinton is niet impeached, want hij heeft het ambt behouden. Nou, dat is dus niet waar. Er zijn twee keer in de Amerikaanse geschiedenis is er sprake geweest van impeachment. Bij Andrew Johnson in de 19e eeuw. En er is 2/3 meerderheid in de Senaat nodig voor een veroordeling en het feitelijk wegsturen van de president. Maar het feit dat het al in de Senaat tot een rechtszaak komt, waarbij de Senaat de rechtbank is en de opperrechter, dus de hoogste rechter van het land, de president van het Hoge Rechtshof, presideert over de rechtbank. Het feit dat het daar al terecht komt, betekent dat er sprake is van impeachment. Richard Nixon, die het heel bond gemaakt had in de Watergate-affaire, is niet impeached, anders dan velen denken, want toen het de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden had gezegd, wij gaan nu een aanbeveling aan het Huis doen om Nixon te impeachen, toen heeft Nixon gezegd, ik hou de eer mezelf en ik treed af, augustus 1974. Nixon is dus niet impeached, Clinton heeft dat helemaal niet gezegd, die heeft gezegd, ik heb niks gedaan. Er zijn 4 counts, 4 beschuldigingen en daar zal ik mij tegen verdedigen, dus ik hou de eer niet aan mezelf. En het is dus in januari 1999 gekomen tot een officiële rechtszaak in de Senaat, waarbij 2 van de 4 beschuldigingen die het Huis had geformuleerd ter tafel lagen, want de Senaat heeft gezegd, 2 van die 4 willen we niet, die andere 2, daar willen we over praten. Er was dus een 2/3 meerderheid voor nodig in een parlement dat 100 leden telt. En 1 van die counts, perjury, is met 45 tegen 55 stemmen afgewezen. En 1 count is met 50 tegen 50 stemmen afgewezen. Dus zelfs niet bij benadering in de buurt van de 2/3 meerderheid die voor een veroordeling nodig was. En aan het eind van Clintons presidentschap, dat eindigt dan in januari 2001, als ik zei het al, als Bush het overneemt, is Clinton in de opiniepeilingen populairder dan hij was toen hij verkozen werd in 1992. En hoe dat komt, dat heeft alles te maken met dit knuffelbeest. Clinton is de theeval-president. Je kunt heel moeilijk boos op hem worden. Mensen noemen hem the big dog. Zo'n aaibare man. Als hij met zijn vingers in de suikerpot zit, dan doet hij dat op zo'n manier dat iedereen het kan zien. En dan terwijl hij met zijn vingers in de suikerpot zit, zegt hij, ik zit niet met mijn vingers in de suikerpot. En dat vindt iedereen zo schattig. Zij kunnen niet op the big dog boos worden. De algemene mening onder juristen in de VS op dit moment is dat eigenlijk wat Clinton deed, perjury, obstruction of justice, verder is gegaan dan Nixon werd nagedragen. En dat hij voornamelijk aan veroordeling is ontkomen,
omdat de zaak zelf, dus daar gaat het niet, is het perjury? Ja. Is het obstruction of justice? Ja, maar waar gaat het over? Het gaat over een affaire. Dus Clinton heeft de affaire waar Clinton in verwikkeld was, dat hij het aanlegde met een stagiaire, is in wezen veel minder erg dan de affaire waar Nixon in verzeild was, namelijk dat de ene partij een inbraak pleegt in het kantoor van de andere partij. Maar de misdaad, Nixon is eigenlijk nooit op perjury betrapt en ook maar nauwelijks op obstruction of justice. Dus het is een heel paradoxale affaire. En de conclusie van dit verhaal is dat het systeem werkt. De wil van het volk prevaleert. In het geval van Nixon wilde het volk hem weg hebben. Hij ging weg, ook zonder trial. In het geval van Clinton wilde men hem niet weg hebben. Integendeel, men wilde dat hij bleef. Hij stond te kijken, dat was straf genoeg. En men wilde dat hij gewoon aanbleef tot het einde van zijn termijn. En ik kondig geen laatste college aan. Dus ik dank u voor het.